ze heel veel leuke kinderen, je kan heel veel dingen doen. Er zijn leuke speelplaatsen. Ik vind de school echt super mooi en daardoor maakt het ook een beetje gezellig. En de kinderen spelen ook heel lief en zo. En we spelen ook graag voetbal. Welkom allemaal op de Brede School Fiep Westendorp. Welkom op deze prachtige nieuwe speelplaats. Welkom straks in ons prachtige nieuwe schone gebouw. We zijn er samen met alle juffrouws en meesters bijna 8 jaar mee bezig geweest om deze school hier gerealiseerd te krijgen, te bouwen. Maar ik ben ook erg blij en trots, want jullie zijn dus de, en echt waar, kijk maar even naar jezelf. Jullie zijn de allereerste leerlingen van de Brede School Fiep Westendorp. Maak je klaar. De klas van juffrouw Maaike en groep 5 van juffrouw Joke. Zij mogen als eerste hier door de deur naar binnen. Even een flink applaus. Geniet ervan. En open je ogen. En open je ogen. Hangen we ook aan de kapstok? Goedemorgen, Ikram, fijn jou weer te zien. En wie zit er naast jou, Janaira misschien? Goedemorgen, Janaira, fijn jou weer te zien. En wie zit er naast jou, Jemra misschien? De Brede School Fiep Westendorp, die voorheen Brede School Sint-Jan de Doper heette, heeft bewust gekozen voor deze naam. De school wordt het centrum van de buurt, waarbij de buurt als een klein dorp in Amsterdam Nieuw-West wordt gezien. Nou mag je wel even rennen hoor. Ik vind de bibliotheek wel heel erg leuk, want ik ben dol op lezen. En ik vind het muzieklokaal heel erg leuk. En gewoon dat alles gewoon heel erg nieuw is. De muren zijn groen, de grond is groen. Alles is echt heel leuk. En sommige dingen zijn ook van hout gemaakt. Zoals de balie en de bibliotheek. Annie M.G. Smit is de schrijfster van Plukkende Pettenflat. Daar komen deze tekeningen allemaal vandaan. Allemaal kinderen die aan het lezen zijn. En Fiep Westendorp heeft die getekend, dus daarom heet onze school zo. Daarnaast stralen de tekeningen van Fiep warmte en huiselijkheid uit. En passen ze daarmee heel goed bij de sfeer op de school en de slogan "Daar voel je je thuis". Ik wil ook veel, hè? Ik wil ook veel. Ja, we hebben... We zijn veel bezig geweest met de natuurlijke kleuren, natuur, hout, glas. Dus dat is ook wel heel leuk om nu in het nieuwe gebouw te ervaren hoe dat is op dat hoge meubilair, boven in de school. Naast gedegen taal, lees- en rekenonderwijs wil de school een vreedzame school zijn,
met ruim baan voor talentontwikkeling van de kinderen. Ik maak de schoon. Je maakt het ook. Wil je liever met haar? Mag zij ook meespelen? Ja. Jippie. Er is speciale aandacht voor muziek en natuuronderwijs. Je kan best bewegen. Hier als een boordje, maar op de muziek. Een docententeam dat al lange tijd trouw is aan de school en een directeur die een tomeloze inzet toont, is de Brede School Fiet Westendorp een aanwinst in Amsterdam-West. Daar voel je je thuis. Het is één jaar. Heeft iemand uit de vergaderruimte belt? Ja, dit is dus mijn werkplekje. Ik zie dat er al kinderen al heel fantastische dingen aan het uithalen zijn. Oh, my God.